Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Welkom bij Voetbaltijd, het praatprogramma van Twente. Beste wensen, ditmaal met een nieuw gezicht. Welkom, mijn naam is Mick, ik ben 24 jaar, voetballiefhebber. En gelukkig mag ik vandaag ook een keer aanschuiven om te presenteren. Maar genoeg over mij, we gaan het hebben over voetbal. Gelukkig niet alleen. Vandaag met een sterrenopstelling, mag ik wel noemen. Sjoel, welkom. Jan, welkom. René, welkom. Dankjewel. Beste wensen, Mick, alle drie heren. Veel geluk. Dankjewel. Jij ook, René. Leuk dat jullie erbij zijn. Sjoel, om met jou te beginnen. 33 jaar, ja. Oud speler van Twente. Mm-hmm. In de jeugd gespeeld, avonturen gehad en nog steeds in Duitsland. Ja. Leuk. Waar voetbal je nu op dit moment? Toes Bersenbroek heet het. Het is een kleine amateurvereniging in Duitsland, dichtbij Osnabrück. Dat doe ik nu 1,5 jaar. Het bevalt wel. Het is een paar keer in de avond in de week trainen. Ja. En voor de rest is het overdag gewoon werken. Dus een heel ander leven op het moment. Hoe is jouw hoe zijn de kerstdagen bevallen bij jou? Goed, goed, goed. Ik heb veel gedronken natuurlijk, veel gegeten. Alleen een dag met mijn schoonfamilie, een dag met mijn eigen familie. Dus, wat viel zwaarder, de kater of met je schoonfamilie? Ja, met mijn schoonfamilie. Okay, ja. Toch altijd even vragen. Ja, ja. Ook eigenaar van JD Secure. Ja, beveiliging, klopt. Wat, help mij even. Klopt, oud, klopt, oud voetballen en dan nu een beveiliging. Ik zat op het punt om te stoppen met voetballen. En een vriend van mij kwam naar mij toe. Die kwam uit de beveiligingswereld, die was in dienst en die wou eigenlijk voor zichzelf beginnen. Ja. En goed, ik stond op het punt, wat wil ik nou eigenlijk? En toen vroeg hij eigenlijk aan mij, wil je met mij wat beginnen? Nou ja, goed, nog nooit eigenlijk met de beveiliging rekening gehouden of iets dergelijks. Maar een paar nachtjes over geslapen en toen de keuze gemaakt voor waarom ook eigenlijk niet. Ja. En nu zijn we 3 jaar verder. En het bevalt heel goed. Mooi jaar gehad in 2022. Ja, ja, zeker, zeker, zeker. Ja, heb je ook mensen in dienst? Nog niet, maar als we grote klussen hebben, dan nemen we vaak ZZP'ers aan. Maar we zikken er wel nu tegenaan inmiddels dat we echt naar personeel toe willen gaan. Het zou nu ook wel al kunnen. Alleen, we zijn eventjes goed aan het kijken van wanneer en hoe en wat. Ja, ja, ja. Ja. Leuk, dan moeten we maar een beetje helpen, hè? Ja, nee, daarom. Nieuwe klanten. Ik voel me wel veilig nou. Ja. Heel gek is dat. Heerlijk. Ja. Tussenin zit, man. Ja, heerlijk. Dat wilde ik vragen, Jan. Ja. Welkom, vriend van de show. Mag ik je wat noemen? Ja, tuurlijk. Ja, vriend van de show. Heb je al beveiliging nodig, langzamerhand? Nee, joh, ik heb helemaal geen beveiliging nodig. Want ja, nou, ik kom van de straat. Dat weet je het. Ja, loopt het dan met de vuist. Dan gaat het overal goed, man. Heerlijk. Nee, joh, dat hebben we niet nodig. Maar ik begrijp het wel. Want er is natuurlijk wel het een en ander aan de hand in het land en over de hele wereld. Dus wat dat betreft denk ik dat hij een goede keuze heeft gemaakt. Hey Jan, bij Twente begonnen provisie had, man. Ja, dankjewel jongens. 1 januari, hè, officieel. Hè? Ja, ja. Dus, maar dat is het nu, toch? Ja, nee, maar dat is toch leuk? Leuk, man. Even melden. Ja, leuk dat je terug bent. Ja, hartstikke leuk. Wat zijn de werkzaamheden dan? Nou, werk een beetje voor commercie. Ja. En toch een beetje met de gasten ontvangen. En toen we hier en daar even een praatje maken. En het is altijd leuk, hè, gerelateerd aan voetbal. Relatiebeheer. Ja, natuurlijk, dat is het ook. En je bent begonnen en waar het eindigt, het wordt steeds meer, lijkt het wel. Want je komt 1 keer en dan begint het al, kijk, door de week ook wat doen. Hè. Zo gaat het eenmaal. Ja, maar dat geldt voor ons allemaal. Iets met een vinger en een hand, hè? Ja. Ja, dat is bekend. Nee, hartstikke leuk om bij de club terug te zijn. Je hebt die leeftijd. Ja. Je kan het lekker doen en je bent nog fit en je kent, nou ik denk 80-90% wat het loopt. Ja, nou ja, dus goed. Dus het kan niet. Kan niet mooier. Ik was er tegen Emmen natuurlijk en dan is het een leuk beginnen. Ten eerste omdat je dan een wedstrijd wint. Ja. En als je dan terug bent, dan is het helemaal een sfeertje na afloop. Dus iedereen positief. Leuk. Dus hartstikke goed om terug te zijn. Maar het gaat goed bij de club. Nou ja, we mogen niet klagen natuurlijk. Ik wil het zeggen. Na dit weekend. Ja. Heel mooi. Ja. Dan komen we zo meteen op. René, welkom. Jij ook. Nog beste wensen even snel. Ja. Heb je nog een leuk kerstcadeau gekregen? Nee. Nee? Ik heb niks gekregen. Nee. Ik was ziek. Ja, ziek wil zeggen, ik ben al een maand verkouden, man. Ik kan, ja, man. Hoe komt hij nou bij Jan? Ik denk ik denk, waarom zit ik hier? Ik wist het niet. Gaan we iets achteruit, Jan. Ja, nee, dat is goed. Dat is goed. We hebben wel spatschermpjes. Neusverkouden was hij. En met die neus, ja, dan ben je echt verkouden, hè. Ja, dan ben je zo maandje weg. Maar iedereen heeft er last van, hè. Het is echt niet normaal. Ik heb het ook, hoor. Heb je... Je moet oppassen, Jan. Ik weet niet waarom ik niet. Nee, joh. Nee? Nee, ik niet. Ik had die griepspuiten gehad, dus wij kunnen rustig blijven zitten. Het is veel, heerst veel. Maar ik heb geen geweldige maand. Wat dat betreft, iedere keer klungelen, man, en alles. Ja. En het is even niet anders. Ja, het is niet anders, heren. We gaan knallen. We gaan heel veel door. Ik heb, omdat we het nieuwe jaar 2023, om een beetje weer terug te kijken naar voorgaande jaar, heb ik even een kleine quiz in elkaar geflanst. Oh. Even kijken of jullie wel hebben opgeleid het afgelopen jaar. En die is voornamelijk voor Sjoel en voor Jan. Ja, je mag ook meedoen. Nee, maar... Oh, jij kent de antwoorden al.
Ja, ik heb gezien. Oh nee, dat doe je niet mee. Doe je niet mee. Dat is ook lullig. Ja, dat is ook vervelend. Nee, René assisteert mij in deze quiz. Laten we even beginnen. Even kijken wat jullie nog weten. Zowel vragen over Twente als over Heracles. Nou, laten we beginnen met de eerste vraag. Welke speler scoorde er dit kalenderjaar voor FC Twente de meeste Eredivisie doelpunten? En hoeveel waren dat? Volgens mij een relatief makkelijke vraag. Laten we beginnen met de speler. Van Wolfswinkel lijkt mij. Ja, lijkt me logisch, hè, spits. Ja, 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 tuurlijk. Nee, zeker. Hoeveel zijn dat er? Dit jaar nog niet zoveel. Vorig jaar wel. Ik denk een stuk of 15. 15. 13. 13. On the spot, Jan. Nou, ja, ja, lekker. En hij staat daarmee op nummer 3, net onder Brobby en Kakpo. Nou, Die gaat niet meer scoren hier, dus. Nee. Nou ja, kan niet proberen, maar dat gaat niet lukken. Nee. En 9 assisten. Nou, hartstikke lekker. Ja, die zit erin. Ja. Heracles dan. Verspeelt zure punten tegen Jong AZ, heren. Mm-hmm. Afgelopen vrijdag. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Maar wanneer was daarvoor de laatste pot waarbij Heracles punten verloor? In de competitie, hè? Ja, dat lijkt me logisch. Thuis MVV? Nee. Pek Zwolle? Nee, ook niet. Nee, dat was 28 oktober tegen Almere City. Dat was 3-2. Oh ja, ja, ja. Stonden ze voor. Ja, klopt. En, toen, en uiteindelijk verspeeld. Heracles staat op 44 punten en naar Pek nu op 41. Maar zoals ik al zei, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Dat wist ik niet. En als laatste vraag. Welke speler was sinds afgelopen augustus inactief, maar maakte afgelopen weekend zijn reëntree voor Twente? Sadilek. Ja. Om gelijk even een bruggetje te maken. Ja. Was een mooie pot vrijdag. En ik denk dat het toch wel zijn avond was, of niet, Sjoerd? Ja, zeker. Ja. Natuurlijk, ik ken het. Als je lang geblesseerd bent, dan... dat is echt heel vervelend. Hij heeft ook een hele aparte blessure, geloof ik. Iets met zijn oorzuizen. Ja, 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 ja. Is hij eruit gevlogen. Ja. Toen oorzuizen. Tot het punt dat hij echt zat na te denken. Ja. Ik moet ermee kappen. Moeilijk. Want, Nee, ik heb ook wel eens echt maanden eruit gelegen. En dat is het ergste wat er is. Dat is het ergste wat er is. Ja? Ja, natuurlijk. Ja. Vooral ook het allerergste is als je dan tijdens de wedstrijd, de wedstrijddag het stadion in moet en naar die wedstrijd moet komen kijken. Ja. Want dan ben je dat veel erg vindt. Ja, veel liesblessures. Bij Go Ahead ook, hè? Bij Go Ahead, ja, ook veel liesblessures. Ik heb veel liesblessures altijd gehad. Ja. Dus dat was, dat was niet fijn. Is dan het feit dat je nu ondernemer bent geworden, is dat een beetje een soort van plan B? Een beetje een soort van verzekeringetje op de achtergrond? Ja, het was wel echt het moment om ook echt te stoppen. Het was een beetje, het ging echt bergafwaarts. Dus ik dacht gewoon, ik kan beter nu echt het bedrijfsleven ingaan. Ja. Waar ik nog 30, 35 jaar wat aan heb. In plaats van nog 3-4 jaar doorvoetballen. Vooruit kijken. En dan je kunt beter dan op lange termijn gaan denken. Trainer zag je niet zitten? Nou, ik heb die opleiding wel gedaan, UFAC. Alleen, ik heb toen ben ik ook weer gaan voetballen. Ik wou die UFAB doen bij Quick 20 toen. Dat zou ik daar dan ook kunnen doen. Alleen toen ging ik net weg naar Duitsland weer. En dan kun je die cursus niet meer doen? Nee, en toen kon ik die cursus daar niet meer doen, weet je wel. Dus daar is toen, en toen begon ik ook net aan. Is dat wettelijk of was dat voor jou met je tijd niet te doen? Nee, gewoon met mijn tijd niet te doen. Okay. Want ik moest overdag gewoon werken. En dan kon ik s'avonds dan bij Quick dat combineren, trainen en UFAB. Maar ja, nu in Duitsland kan dat niet. Dus kun je nog weer oppakken? Misschien ooit nog een keer. Zoals ik zei, Jan, wel echt zijn avond, hè, Sadilek. Ja, nou ja, weet je wat je zag? Kijk, het is natuurlijk het terugkomen. Kijk, dat je weer fit op het veld staat, daar begint het eigenlijk al mee. Hè? De aanloop in zo'n week en dan sta je daar weer. Maar dan ook nog een keer zo'n fantastische afronding hebben. Want daar gaat het natuurlijk om. Ja. Dan komt alles boven. Want dan begrijp je als oud-speler. Dan weet je, je hebt er zo hard voor gewerkt. Maar dat doelpunt was van de schoonheid. Maar die hele aanval, die zag er gewoon goed uit. Ja. En die afronding. En dan merk je ook in zo'n stadion. Hij heeft ook een gunfactor dan. Ja. Zo hard gewerkt, maar een fantastisch doelpunt. Oh. Was ook gelijk een beslissend doelpunt. Hè? Zeker. Het was nog een beetje. Was eigenlijk klaar. Dus alles komt dan samen. Ja, en de manier van juichen. Want er wordt er wel een beetje lachelijk over gedaan. Pires heeft er natuurlijk wat over gezegd. Want je zegt, iedereen begrijpt het. Ja, nou, niet iedereen begrijpt het. En wat je ervoor gedaan hebt om terug te komen. Ja. En daar gaat het om. Je moet je verplaatsen. Onzekerheid. Ja, in te spelen. Ja. En de emoties, de familie. Kan ik het wel, kan ik het niet? Ja. Nou, en dat bepaalt toch het moment. En als je dan in dat stadion zat. Ik zat in het stadion. Ja. Zo'n doelpunt. Dan is er een enorme ontlading. Maar de gunfactor, zeker voor hem. Maar de manier waarop hij speelde. Ja, dat is een verademing. Je voelt die ontlading. Bij Twente, geloof ik. Ja, de manier. De manier van spelen. Hè. De driftig bal afpakken. Normale jongen. Reageert gewoon. Ja. Gaat er voorop in de strijd. Ja. En dat past, zeg maar, in de cultuur. Ook een echte Twente. Tukker. Ja. 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 Ja, nuchter. Ja, ja. Absoluut. Niet iedereen begreep die reactie, hè? Perez, had je het gezien, René? Ja, Perez begreep het niet natuurlijk. Perez, die, ik vind hem altijd een beetje als bedweter overkomen. In dit geval was hij helemaal niet voorbereid erop. Want hij wist niet eens echt wat Sadilek precies had gehad. Dus hij zat maar een beetje te gokken met het meisje van ESPN in de voorbeschouwing. Maar ik vind Perez niet realistisch daarin. Nee. Want
als je dat hebt, hè, en je verdiept je daarin, dan, moet je, dan kan je beter hebben volgens mij een kruisband. Dat je er 6, 7 maanden of 8 maanden uit bent. Dan dat je iets onzekers hebt waarvan je denkt, komt dit ooit wel goed? Ja, ja, ja. Ja. Dat vond ik, dat lijkt me zo vreselijk. Maar als los ik van het feit dat hij het als analist niet weet, vind ik een beetje, het is wel een man van de club, toch? Dat zou je toch moeten ja, weten? Ja, maar dat telt bij hem niet. Nee? Dat wil zeggen, dat is toch geen Twente, man. Ja, maar hij heeft niet, natuurlijk relatief kort gespeeld. Hij heeft natuurlijk geweldig succes gehad. Ja, gelukkig had, ja. Dus laten we heel eerlijk zijn. Dus aan de andere kant heeft hij natuurlijk ook een aantal andere clubs waar hij een goed bij heeft. Ja, bij Ajax gezeten, bij AZ. En meestal dat soort mensen hebben, overal waar je het over hebt, hebben ze de mooiste tijd gehad, zeggen ze dan. Dus daar heb ik niet zoveel mee. Maar ik vind slecht als je dat vergelijkt, zo'n blessure wat Sadilek had, dat noem ik dan maar blessure. En je hebt iets met je benen of met je rug of wat, maar dan denk je, ach, dat komt misschien op die manier wel goed of die. Maar dit is onzeker, hè? Pas zeker. Op, pas op. Zeker. Stel dat je elke dag hoofdpijn hebt, ze kunnen het niet vinden. Klopt. Want hij zei in een interview dat hij wilde stoppen, hè? Ja. Of hij zat te denken. Hij zat er dicht tegenaan, hè? Ja. Dat is heftig, hoor. Als je, nou, we kunnen het aan Jules vragen. Als je dat als speler in je hoofd hebt, ja. Ja, ik heb ook wel eens echt een liesblessure gehad, waarvan je dacht, ik kom elke keer weer terug, het is over. En dan maakt hij een verkeerde beweging en dan schoot het er weer in. En dan dacht ik ook wel eens van, komt het ooit wel echt helemaal goed, weet je wel? Ja. Dat je vrij kan bewegen. En hoe oud was je toen? Ja, ik denk een jaar of 23, 24. Ja, kijk, Sadilek ook. Ja, is ook jong. Ja, 23 jaar. Dus als je 32 bent en je hebt het, zul je ook iets anders denken. Hij, tuurlijk. Dan ga je bij de beveiliging, volgens mij. Ja. Dan ga je een onderneming starten. Ja. Nee, maar veilige keus. Ja. Maar hij heeft ook een blessure gehad dat je in het normale leven misschien niet kan functioneren. Snap je wat ik bedoel? Want hij wil een paar keer komen kijken. Kan ik ook gewoon ja, tuurlijk. Hij zei altijd, ik heb een hoofdpijn. Hij wil een paar keer komen kijken, maar zelfs dat lukte hem niet. Precies. Dat is wel anders, hè? Dat is wel heftig. Dan, Stijn in de basis, daar ben jij heel erg fan van, René. Ja, hoe vond je dat idee? Stijn. Je hebt voetbaltijd bekeken, hoor ik wel. Tuurlijk, ik heb Stijn zou ik mee starten, dat was al bekend, dat heeft hij ook gedaan dit keer. Hij was niet echt opvallend. Hij kreeg één wereldkans, die moet hij er eigenlijk inleggen op zijn Stijns. Was hij wat onrustig in de afronding? Ja. Had hij binnenkantje moeten doen? Ja, rustig. Maar toen wilde hij erin rossen. Even omrossen. Dat is nog een beetje... Maar op zich een voldoende. Maar hij kan beter. En ik snap niet dat ze zich omgekleed hebben, Twente. Want ik denk dat ze in gewone kleding met gewone schoenen ook hadden gewonnen. Ja, ik denk niet dat ze... Nee, ik had me niet omgekleed tegen Emmen. Nee. Want die komt daar met een portie voetballers voor de goal liggen. Ja, die Lubbers is daar zo met eigenaar van, voorzitter. Ja. Die heeft een vrachtwagenbedrijf. Maar ik heb opgeteld, die moet nog 48 vrachtwagens verkopen. Wil die op een versterking uitkomen dat ze erin blijven? Ja? 48, ja. Oh. Want dat wordt niks. Die gingen me daar laf voetballen. Emmen is niet, dat leek helemaal nergens op. Klopt. Twente moet gewoon met 4-5-0 voor de rust al voorstaan. Nou, dat kat en muis. Het probleem een beetje dat je zoveel balbezit hebt en je bent zoveel beter. Ja. En dan zie je het nog eigenlijk nog niet in de score terug. Mm-hmm. Dus je kan het jezelf veel makkelijker maken. Ja. Alleen aan de andere kant, ja... Het lukt niet altijd. Voor Twente een relatief saaie wedstrijd eigenlijk wel. Dan is het zakelijk. Saai. Het is zakelijk. Niet leuk. Ja, maar Jan, het is niet leuk om te kijken. Nee, als je er zit. Nee, omdat er te weinig doelpunten ook vallen. Ja, maar ook het spel. Eén kant op. We zien geen spanning. Dus we zien niks. Geen... Nee, maar je was zoveel beter, René. Laten we heel eerlijk zijn. Ach, man. En dan denk je van hoeveel zal het worden vandaag? Want zo zit je eigenlijk. Ja. Ik snap het ook wel. Jan die was natuurlijk ook druk bezig met handjes schudden met zijn nieuwe functie. Ja, ja. Die heeft wel van de wedstrijd. Ik moest daar. Ja, nee, maar goed. Voordat ik al die 30.000 mensen een hand had gegeven. Dan ben je weer een dag. Nee, joh. Ik was dag thuis. Ja, maar goed, nee, joh, dat hoort het al bij. Laten we blij zijn. Ja. Ja, en we krijgen weer een mooie week. Want laten we heel eerlijk zijn. Bekerwedstrijden. Morgen beker. Ja. En dan komen ze, hè, de partijen. Oh, hij zit nu al. Hij zit al een beetje. We gaan zo meteen. Ja. Jan, ik blijf even bij jou, ook als scout. Want we hadden een debuutspeler in de basis staan. Samsted, onze rechtsback. Ja. Wat vond je daarvan? Heb je gekeken? Ja, tuurlijk. Nee, maar goed, als je gaat kijken... Ja, nee, maar ik let daarop. Kijk wat voor type speler dat is. Wat je wel ziet, het is wel meer een verdedigende type. Burnett is, laten we zeggen, wat opbouwende, aanvallende, wat creatieve. Verfijnde. Nou, ja, maar goed, die kennen we wat langer. Kijk, deze jongen voor het eerst... Ik was met name benieuwd. Voor de eerste keer thuis in die entourage. Ja. Dat doet wat, hoor. Ploeg. Hij komt uit IJsland, hè? Of uit Noorwegen, oude club uit Noorwegen. En het was ook niet zo koud, dus daar had hij ook nog een keer een nadeel. Nee, joh, ik kan me voorstellen dat je dan, je komt bij zo'n club en dan denk je, mijn god, wat gebeurt hier nou allemaal? Ja. Nee, maar dat is ook zo. Dus ik moet zeggen, de eerste keer dat je ziet, en hij schoot nog een keer de tweede lijn, dus hij heeft wel het lef en hij is verdedigend ook, hij wil hard werken, goed loopvermogen, degelijk. Nou, dan heb je een dikke voldoende als je de eerste wedstrijd zo speelt. Aanvallend vooruitzicht vond ik ook wel een beetje. Ja. We proberen als verdediger toch nog wel... Heeft wel goede balbehandeling, heeft wel prima. Het is Burnett lijkt net iets verfijnder, iets technischer. Een beetje iets leuker misschien om te zien, maar... Wat dynamischer lijkt het. Ja. Maar Burnett kwam erin, jongens, laten we heel eerlijk zijn.
Die had er ook niet echt veel zin in. Nee. Een beetje flegmatiek allemaal. Ja, en, ja een beetje speels. Wel. Ja. Ja, joh. Nee, maar al met al. Hoeft al ergens anders misschien. Daar lijkt het op, Jules. Ja? Ja, denk ik er heel last van. Je bent hoofd ergens anders. Ja. Ik heb er wel eens. Doe maar wat langs op. Hey, als er wat langs op zit, ik alweer met die nek zo te draaien. Ik ben ook alweer bij voetbaltijd van volgende week, hoor. Maar goed, ja. Wat zei je? Ik ben ook alweer bij voetbaltijd van volgende week. Ja, zit ik al. Dit zijn ze. Dit is eigenlijk de mannelijke Noah Vaal. Wel? Ja, die op WK, dat meisje. Nee. Dat nieuwe, nou, hè? Ja, nee. Ja, dit is aanstormend talent, is dit. Oh, dat zo heet het. Ja. Nee, maar ik denk, hij zal toch geen rok aan hebben of zo? Nee, nou ja, nee. Ik zat al te kijken. Ja, joh. Nee, dit is hem. Dat zal het zijn. Dat zal het zijn. Doe even kort daarover, hè. Die was goed, hè, met het WK. Dat vond ik wel, hoor, bij VI. Noah. Ja, joh. Ach, man, die is top. Die is mijn leeftijd, hè. Die staat daar in Qatar als vrouw. Ben ook in 21. Nou, dat was hier nog 24, van mijn leeftijd, zeg. Je doet er zo 3 af, hup. Ja, maar ja, ik ben ook 28. Ik ben de moeilijkste nieren. Oké. Maar Noah is top en Mick, let op. Nou, we zeggen niks. Nee, we zeggen niks verder. We kijken het aan. Spelers die met hun hoofd ergens anders zitten. Ja, we moeten het er toch even over hebben. Suruki. Ja, klopt. Ja. Tjoe, hoe is dat voor zo'n speler? Ja, jij bent denk ik niet gevraagd voor Feyenoord of een degelijk grote club. Maar kan je je voorstellen dat zo'n... speelt dat anders voor zo'n... Volgens mij... hij is ook niet... Hij heeft wel in de jeugd van Twente nog gespeeld, geloof ik. Ja, een jaar of 1-2. Maar het is geen echte jongen uit de buurt. Kijk, Ajax. Hij komt geloof ik uit Amsterdam. Ja. Precies. Dus hij is gewoon, hij wil gewoon graag heel graag weg. Ah, maar los daarvan, het is een speler van Twente, as we speak. Punt. Jawel, toch? Jawel, is dat niet maar zo? Je ziet het natuurlijk wel als een stapje omhoog. Ja. Dus ja, goed. Maar vind jij niet dan, want hij heeft ook ondertussen op zijn Instagram. Het is nu duidelijk dat hij blijft. Die, hè? Vind Jan ik wel een beetje ook kinderachtig, al die afbeeldingen. Ja. Ja, dat moet je niet doen. Om duidelijk te maken, hij heeft op Instagram. Jan, ik weet niet of jij nog op Instagram zit. Ja. Nou, maar goed zo. Hij heeft dus een foto opgezet na die tijd. Dat hij met een foto in een duel met een Feyenoord speler. Met een klok-icoontje. Met andere woorden, hij kan niet wachten, denk ik. Mick, het is zo, als ze met volle verstand het contract bij Twente tekenen, dan kunnen ze dat. Zeggen ze allemaal, oh ja, ik heb 3 jaar bij Twente. En dan kunnen ze een stapje maken. En dan willen ze er alles aan doen om weer weg. Twente heeft gelijk. Die wil dat geld beuren. Of wil het Europees zo proberen. Of proberen als Europees voetbal zelfs halen. Of misschien wel. Dan weet ik veel wat er nog in het vat zit. Ja. Het kan alle kanten nog op. Je tekent met volle verstand. Als Twente er niet uitkomt, dan moet je weer prof zijn. Dat is hij de vorige keer wel geweest. Ja. Ik hoop dat hij dat dit keer ook is. En dan kan hij van de zomer een mooie transfer maken. Want... Wat ik nog veel belangrijker vind dan elke discussie over Saroghi, onderschat Kjörlo niet. Ja, ja, dat is ook goed. Onderschat die niet. Als die naast Sadilek gaat spelen met Stijn ervoor, heb je ook een prima Mick de Jong. Moet even een tijdje spelen, maar is een hele goede speler. Onder zijn positie ook. Dit staat op beeld. Ja? Ja, die kan ook die positie. Nee, we hebben het nu. We filmen tegelijkertijd, dus we kunnen terugkijken. Ja, ja, ja. Maar die komt dus, die komt er aan, let op. Okay. Als Saroghi gaat, dat is hem. Maar maakt niet uit, daar gaan we zien. Ja, weet je wat het is? Je merkt aan zo'n speler wel, hè, het speelt nu al een tijdje. Ja. Er moet een keer een antwoord komen. Kijk, dat bij Feyenoord de handelswijze, als Feyenoord hem echt wil hebben, dan moeten ze gelijk zakelijk afhandelen. Maar ze hebben geen geld meer. Nee, nou ja, dat is hun probleem. En dan proberen ze elke keer wel een pot misschien iets wat te verhogen. Maar wat is een verhoging, René? Ja, 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 ja. Dat kan ook €5 zijn. Ja, neem ik bedoel maar. Ja. Maar dat denk je, maar je merkt wel bij zo'n speler, elk moment van de dag, als hij in de auto zit, als hij naar trainen gaat, dan is wel met bezig. Zaken aannemen, wat gaat er gebeuren? Oh, gewoon rust. Je zag al aan het spel, vrijdag. Nou, dat is duidelijk. Pak je erg slordig. Nee, maar voor zijn doen was het geen topwedstrijd. Nee. Maar dan zie je al dat het invloed heeft. En dat is vrij logisch. Het zou voor iedereen gelden. Ja, zag je dat ook, Sjoe? Ik heb niet de gehele wedstrijd gezien. Maar ik heb wel gezien dat ze momentjes van hem lieten zien. Volgens mij in de rust of na de dat wedstrijd. Dat hij met zijn hoofd tegen zijn handen had hij wel 3, 4, 5 keer echt simpel balverlies. Ja, klopt. Heeft hij normaal niet. Nee, als je die zaterdagavond ook hebt. Ja, wat is moeilijker. Dat wordt lastig. Ja. En los daarvan, 7,5 miljoen, heren, is die dat wel een hoop geld. Ik had hem wel stikker om een... Ik breng hem wel weg. Ja. Ja. Ik breng hem dan als je weg. Een goed alternatief hebt. Juist. En als je tegen zou houden, je weet niet hoe je dan weer mentaal daarmee omgaat. Dat heeft niks gekost. Nee, daarom. Ja. Dus voor de goede prijs moet je hem wegdoen. Aftikken. Ja. Klaar. En we kunnen ook doen nu 4 en van de zomer 4-8 totaal. Ja. Kunnen we ook laat Strooien dat maar regelen, joh. Ja, mag ik ook doen. Ja. 8 miljoen is geld. Ik hoor het al, commercieel directeur. We zien het allemaal wel. Nee, Wagelaar, dankjewel. Ja, maar Kjörlo in de gaten houden. Ja, die is goed. Die is echt goed. Nuttig. Dus dan weet je dat. René, dit is mijn eerste keer, dus jij moet mij even hier doorheen fietsen. Volgens mij, ik heb een beetje onderzoek gedaan, hebben wij elke week ook een verloting. Hele mooie dit keer. Ja? Ja, ja. Als jij hem even omhoog doet. Ik denk dat shirt. Ik hem hier al heb, inderdaad. Ja. Ja, shirt even omhoog. Ja, je weet het ook niet, Mick. Nee, je weet het niet. Brian Ruiz, gesigneerd vanuit Costa Rica. Shirt. Collectors item, jongens. Collectors item, noem hem. Ja.
gesigneerd. Maar helemaal uit Costa Rica, gesigneerd en al. Dit is toch in Leidse handel. Veel geld. Dat is toch leuk? Nou, laat je voorkant nog even zien. Ja, nee, maar dit zijn die mij echt unieke shirts. Nee, maar dan ben jij ook even uit beeld. Ja. Nee, dat is makkelijk, joh. Dit is beter. Dit is beter. Dan onder kijkers erbij. Ja, joh. Maar ja, die gaan we dus verloten. En dan weet jij wel op de socials hoe het werkt. Ja, want jij hebt een secretaresse. Of, ja, Marjolein. Marjolein, die gaat als mensen liken en abonneren en al die andere meuk. Ja. Dan gaan wij een mooie winnaar kiezen. Ja, en net zoals alle andere mooie prijzen. We zitten bij Van der Valk in Enschede. Volgens mij was de week daarvoor ook een overnachting daarvoor verloot. Nee, het was een... Of een dat lag eraan hoe de winnares eruit zag of ze met overnachting. Dat was het. Maar het was een etentje voor twee personen. Dat was het. Ja, een of andere Pien heeft gewonnen die ik niet ken. En die kun je wel zo met overnachting doen. Maar je moet eerst even kijken hoe ze eruit zien. Dus dat zo'n foto moeten opsturen. Hè? Een soort van Tinder. Dan kun je even kijken. Ik heb al contact gehad. Oké, je hebt al contact gehad. Aanstaande woensdag. Nou goed. Ja, Jules, je zit erbij. Maar het gaat snel, hè? Als het gezellig is, gaat het snel. Jong AZ tegen Heracles dan even heren. Heracles heeft dure punten verspeeld. Hè? Dat was niet al te best. Heb je het gezien, Jules? Ja, ik heb ze gezien. Ja? Ja, goed, Jong AZ uit is altijd lastig, lijkt mij. Ja. Zonder geen stadion, langs een koud. Dat is waaien. Veel in de wedstrijd. Cecilia Jong AZ is ook niet slecht. Nee, schatten, goede jeugd. Komt er een mooi in, hè, Cecilia? René, had je het gezien? Ja, ik heb het gezien, zeker. Ja, is prima. Ik denk, dit is kat in het bakkie. Ja. Ik had er nog wat geld op gezet, totertje. Dus ik zat al te juichen. Nee, maar, die doet het te vroeg. En voor Cecilia was het wel goed, want die was eigenlijk al afgeschreven. Die nieuwe spits uit Italië is erbij nu, die 19-jarige jongen. Maar dat hij dan scoort, doet hem misschien wel even goed. Je weet het niet. Soms moet je ook over een drempeltje. Dat je, Maar weet je, dus hij heeft zoveel lengte. Sterk. En hij is sterk. Je had het brengen op het eind. Ja, op het eind. Het is toch een beetje het breekijzer. Ja. Daar zou je voor kunnen houden. Daar zou je voor kunnen houden. Een soort van Luc de Jonge Wout Weghorst een beetje bij Oranje. Ja, dat. Maar jammer, tegen goal. En nu aanstaande weekend de topper. Ja. Volgende week is de trainer gast bij ons van Heracles. Oh, leuk. John Lammers. Ja. Dus na die topwedstrijd. Zit hij hier bij ons? Ja, volgende week. Nou, dat we een leuke uitzending dan hebben. Daar gaan we wel voor. Moet Heracles wel winnen, want anders wordt dan hebben we niet zoveel trek aan. Je hebt een lekkere week. Ja. Oh, wacht even. Ja. We hebben nog een bekerwedstrijd tegen Go Ahead. Go Ahead is. Thuis zit Pek. Is dat Go Ahead in Deventer of hier? Nee, dat is in Dat is uit, ja. Oh nee, dat is thuis. Allebei thuis. Oké. Dus dat is te doen. En dan ook nog een rode kaart van Meerdink. Hebben jullie dat ook gezien? Dat is nog even. Ja, heb ik nog gezien. Nog even hardhandige. Is ook een rode, hè, Meerdink. Ja. Maar ook een. Maar ook een fix overtreding die hebben gemaakt. Smerig ook, hè? Wat vind je nog iets deze? Ja, tuurlijk. Is dat iets van de eerste divisie misschien wel? Zagen we dat ook een paar jaar geleden bij Twente? Dat het toch lastig is, dan word je toch opgejut door die gasten aan de zijkant in zo'n klein stadionnetje. Ja, het is gewoon een hele andere entourage. Kijk, er waren geloof ik 680 toeschouwers, waarvan de meeste nog uit Almelo kwamen, geloof ik ook. Ja. Nou, dus het is gewoon heel lastig als je uit het stadion komt, wat Eredivisie waardig is bij Heracles. Ja. De ene week speel je voor 10.000 en dan moet je daarheen. Ja. En dan moet je het zelf doen. En tegen deze ploegen, die hebben over het algemeen veel talent. Ze zijn handig in de kleine ruimte. Ja. En daar heeft Heracles het gewoon wat lastiger tegen. Daar hebben ze jong Ajax, hebben ze dat gezien. Oh. Nee, maar dit soort wedstrijden zijn heel lastig om te spelen. Nou, Jules weet dat als geen ander. We zijn allemaal voetballer geweest. Ja. Ik ging van Go Ahead Eagles vanuit de Eredivisie ging naar de Regionalliga, naar Keulen. Nou, toen speelden we ook elke week voor bij Ajax, bij het PSV. Ja. En toen speelden we daarna tegen alleen maar teams zoals Jong AZ. En die vliegen erop? Ja, en die vliegen erop. Ja. Dat is niet makkelijk. Nee, tuurlijk niet. En dan is de oplossing ballen pompen naar voren? Ja, goed, dat ook niet helemaal natuurlijk. Want dat zagen we wel op een gegeven moment. Je krijgt er bijna geen druk op. Je krijgt er bijna geen druk op die spelers. Dus het is een beetje afwachten en het is een beetje omschakelen. Ja. Maar als je dan voor staat in de 91ste minuut, dan moet je het eigenlijk daarom pakken. Ja, ik vond dit wel, Moet dan gebeuren, normaal. Ja, dat had gemoeten. Ja. Hey, en ze zijn de grip op de periodetitel kwijt, hè? Hierdoor, volgens mij. Maar die hadden ze al. Ze hebben de eerste periode. De tweede periode. Dus, maar er is niks aan de hand. Die twee gaan in principe wel over. MVV gaat nog een keer verliezen. Denk het wel allebei, maar ze willen graag kampioen worden. Ja. Ja, toch weer een keer met die kaart allemaal. Ja. Maar speelt nummer 2 play-offs? Of gaat die gaat rechtstreeks mee. Ja, ik denk het wel. Dat is een belangrijke maand, hè? Deze maand ook voor Heracles. Want die krijgen ook nog MVV. Juist, Eindhoven. Zwolle. Ja, dat is makkelijk gezegd. Als ze allemaal winnen, zijn ze er. Ja. Dat durf ik wel te zeggen. Ja. Dan hebben ze staat ook op beeld, hè? Ja. Ja, nee. Alles maar. Ja. Vier potjes winnen, ze zijn er. Ja. Nou, we gaan het meemaken, heren. Wat een mooie pot. Ja. Ga je naartoe? Ja.
Heracles Go Ahead ga ik sowieso doen en dan Heracles Zwolle. Ja. En ga je zaterdagavond naar Amsterdam? Nou, dat laat ik aan jou over. Oké, gaan we samen. Want, waarom word ik nou nooit uitgenodigd dan? Ja, ben ik nog te jong of zo? Of wat is dat? Nee, nou, het is om 9 uur pas. Ik denk dat 11 uur moet. Dan moet ik al in bed. Ja, dan lig ik al in bed. Nee, ja. Is te laat? Je weet, hoe, te dat, laat. Je weet hoe dat gaat bij het huis. Is te laat. Je weet hoe dat gaat bij familie van Alst. Dus ja. Dan krijg je dat al gauw. Ja, we zijn er bijna doorheen, heren. Maar ik wil nog wel even voorspellen natuurlijk. Ja. We hebben als eerste de beker, wat eraan komt. De 10e, morgen dus, tegen de Telstar. Wat zeggen we? Jules? Twente Telstar? Ja. Thuis? Ja. Ja, dat wordt wel een lotje 4 of 5, denk ik. Oké. Okay. Telstar is niet... Nee, 3-0. 3-0, zeg. 3-0 zakelijk. 4-0, ja. Ik 4-0. 4-0, ja. Beker voor Heracles wordt dan tegen Go Ahead. Dat is aankomende woensdag. Nee, donderdag uit mijn hoofd. Donderdag. Het kan wel eens een 1-2 worden. Ik ben eigenlijk echt de Eagle, dus ik zeg ook, ook 1-2. Dus Maar die spelen goed hoor. Ja, de Eagles speelt heel stabiel, hè? Ja, stabiel. Welke rol ja. is het nou weer? Niet heel goed, maar dat zijn nog 32 teams. Ze hebben heel lang niet gewonnen. Ja. Je wint er moeilijk van nu. Ja, ja, ja. Ja, denk ik absoluut. Wel. Wat zei je? Ik zei, welke ronde is het nou? Nog 32 teams? Dus, dood, dat weet ik niet hoeveel nog. Ja, maar wel... René Haken ook een goede job. Ja, ja, ja. Nou, weer geluk dat hij daar naar Utrecht is gekomen. Nee, wat had jij bij Heracles Go Ahead? Wat ik denk is 1-0 voor Heracles, ja. Oké, okay. Dus we hebben 2 Go Ahead, 1 keer Heracles. Ja, ja. Schrijf het even op dan. Ja, het wordt allemaal opgenomen, nogmaals. Oh, ja. Marjolein was het? Ja. Ja. Oké, okay, nou, kom mooi uit. Kan zij dat ook doen. Ja. Competitie dan, de 14e, Ajax Twente, uit. Ajax zat niet echt in een flow zitten, hè. Dus, 1-1. 1-1, ja. Zo. Ja, zo. Nee. Ja, nou, of is dat zo trouwens? Oh, heb je al gezegd dan? Nee, ik wacht 3-1. 3-1. 3-1? Ajax, ja. 3-1? Ja. Denk je dat? Ajax is wel heel matig op het moment. Arena, het is matig wel, maar volle arena even. Ook zakelijk vanuit Ajax dan? Hoe bedoel je? Gewoon even 3-1, gewoon of even tegen het Twente. Als Ajax verliest, dan gaat Schreuder uit. Ja, dan kan Schreuder mee de bus in. Tot aan Barneveld daar eruit. Ja? Kan hij met de bus zo mee. Kijk, dit soort wedstrijden zijn wel heel apart, maar het gaat er met name om. Kijk, de druk. Ajax is wel heel gemotiveerd als je tegen Twente spelen. Ja. Nou, dat is altijd zo. En die moeten nu, hè? Die moeten. Ja. Dus, en dan zijn ze vaak ook goed. Dan zijn, dan hebben ze vaak het stadion een beetje mee met die vlaggetjes. Daar zit jij altijd achter. Ja, dus dat weet ik wel weer. Nee, joh. Ja, jij bent dat dus. Ja, hij is het. Ja, dan weet je het. Ik zie heel even je neus nog iets zo. En dan ik, nee, maar ik zeg ook 1-1. 1-1. Ja, 1-1. Ja, normaal zou ik 2-2 zeggen omdat hij 1-1 zegt. Ja, ik denk 1-1, want Twente krijgt gewoon 9 tegendoelpunten, jongens. Krijg ook kansen. Twente krijgt wel kansen. Ja, tuurlijk. Op omschakelen. Gelijkspelletje hou ik het op. Hoeveel? Ik denk een winst, heren. Nou, ik weet niet. Toch jij denkt Twente winnen. Ik weet niet hoeveel, maar ik denk een winst. Nou, maar goed. Nou ja. En dan de kraker. De kraken. Heracles Pek. Nee, dan ga ik toch voor Heracles. Heracles? 2-1. 2-1. Ja, die wedstrijd. Ja. Ik ook 2-0. Thuis op dat kunstgras, denk ik dat ze dan toch favoriet zijn. 1-1. Jij? 1-1. Dus het blijft nog spannend. Want Pek staat volgens mij ook nog een pot achter zelfs. Hè? Die moeten aan het eind van de maand tegen Roda. Ja, ja. Dus dan kunnen ze gelijk komen. Ja. Maar goed, we gaan het meemaken. Heren, mag ik jullie bedanken. We zijn er al eindelijk. Ja, wat vond je ervan? Ja. Was een beetje goedgekeurd? Ja, was leuk man. Ja, we gaan zo even zitten. Ja, even evalueren. Heb jij die contracten in houden liggen? Wel, ja. Heb je liggen? Even kijken of we iets aanpassen. Terwijl de heren hier nog flink aan het overleggen zijn, gaan wij afronden. Hartstikke bedankt voor het kijken. Naar weer een nieuwe aflevering van Voetbaltijd. Volg ons ook even op YouTube. Abonneer even op ons kanaal. Like. En jullie kunnen de podcast of deze aflevering ook luisteren als podcast. En hartelijk dank en graag tot volgende week.